Ja, een ronkend bericht op de voorpagina van de New York Times zojuist. Een pro-Oekraïense groep zou achter de aanslagen op de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 zitten. Drie auteurs van de New York Times melden dat op basis van inlichtingen die Amerikaanse functionarissen aan de krant dan weer melden. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is aangeschoven. Welkom Geert-Jan. Goedenavond. Wat weten we? We weten vooral heel veel niet. Want in het artikel staat dat Amerikaanse functionarissen een heleboel niet willen bevestigen of loslaten, of misschien ook niet weten. Dus laat ik dat als nuance even erbij zetten. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk wel nieuws in. Ja, want wat wordt er gemeld over de aanslagplegers? Nou, pro-Oekraïense groep staat in de kop, en dat moet je vertalen als hier zitten mensen achter, of zitten mogelijk mensen achter die tegen Rusland of tegen het Poetin-regime zijn. En het gaat dan om Oekraïners of Russen of allebei. En verder wordt over nationaliteiten aangegeven: geen Amerikanen, geen Britten. Oh. En het zouden ervaren duikers zijn die explosieven hebben geplaatst in de zee daar, in de OC. En het lijkt erop dat ze niet namens een overheid hebben geopereerd. Mogelijk hebben ze wel ooit training van een overheid gehad, welke wordt niet gezegd, gezien de professionaliteit en complexiteit van deze sabotageactie. Dat is een beetje een soort wie ben ik, iedereen uitsluiten. Maar de Oekraïense overheid zou hier dus dan niet achter hebben gezeten? Nee, in het artikel staat dat die Amerikaanse functionarissen geen enkel bewijs hebben voordat Zelensky of een van zijn topmensen erbij betrokken zou zijn. Sterker nog, het lijkt erop dat op dit moment geen enkele overheid erbij betrokken zou zijn. Maar ook dat weten we niet zeker. Nee, ja, maar dan toch, hè? Waarom, als ze nog zo weinig weten of in ieder geval willen vrijgeven, melden die officials dat dan aan de New York Times? Dan kom je uit bij een veronderstelling van mijn hand. En laat ik het zo zeggen, er was laatst een verhaal van Seymour Hersh, journalist, journalist, op zijn blog, dat een directe link legde met de Amerikaanse overheid en zelfs Joe Biden, die dan zijn fiat had gegeven voor die aanval, voor die sabotageactie. Dat werd vervolgens van alle kanten weersproken. Er is ook niemand anders die bewijs hiervoor had. Reuters, noem maar op, New York Times ook niet. Behalve hooguit de suggestie van een motief. En dat is waar Jan en Alleman eigenlijk op uit is. Iedereen wil weten wie zat hier nou achter en met welk motief. En de motieven, daar wordt over gegrept. Amerika kan een motief hebben, Rusland kan een motief hebben, Oekraïne, et cetera. Mijn veronderstelling is dus dat deze Amerikaanse officials met het lekken van deze beperkte informatie de verdenking op Amerika willen wegnemen. Want er staat heel expliciet ook in dit artikel, geen Amerikanen en ook geen Britten. Nee, dus dat hebben ze er wel heel even nog duidelijk onderstreept. Maar het is een aanname. Gemeld. En dus ook geen sabotageactie van het Kremlin, wat heel lang gedacht werd. Nou, ook dat weten we nog niet zeker. Maar er werd inderdaad gezegd door Polen en Oekraïne, Rusland zit hierachter. Er werd gezegd door Rusland, de Britten zitten hierachter. Europese functionarissen zeiden, het is state-sponsored. Want het is een super geavanceerde sabotageactie. Dit kunnen een paar freelancers niet. Amerikaanse functionarissen geven dus een tipje van de sluier, maar laten ons wel nog steeds flink gissen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, dankjewel voor deze update.